was de vlucht van Den Pasar, Bali naar Singapore. Overduidelijk, business class, niet al te druk. Maar ook genoeg ruimte nog in economy class. Er valt hier niks meer te vertellen, dus we wachten maar tot Singapore. Het is zondag 25 april en we zijn in Singapore. Het is ongeveer 34 graden, het is gesluierd bewolkt. En dat het hier warm kan zijn, bewijzen wel de vele airconditioning installaties die je links en rechts ziet. We zijn in Chinatown. We zeggen niks, we kijken alleen maar.
Ik ga die ding naar die poort. Kijk van die ding. We hebben Chinatown verlaten. We lopen nu langs Singapore River. En dat doen we op het moment dat de zon echt loodrecht boven ons staat. Misschien niet het beste moment midden op de dag. Maar het verschil bij Singapore River ten aanzien van de bouw is wel heel opmerkelijk. Dit even als bewijs dat de zon recht boven ons staat. Laat ik maar naar mijn eigen schaduw kijken, want Nina loopt zo hard. En nou ineens omhoog. Dat is heet. Wat is heet? Ik moet het voelen. Zo, dat is heet joh.
Nou, waar dat is.把它放在里面就好了。 小朋友，当我一个忙，他摇的时候，他动的时候，通知我一声，好不好？啊，看到吗？动就通知我一声，意思等于他满了，他要爆出来了，叫我们把它开来看，全部把你留在满地都是宝，知道吗？注意看到，来，我们现在看第二条蛇，到底里面走了。哎，我阿弟，你去拜过了，去了阿弟，好不好？你说，哎，阿弟，你台湾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 ，
We zullen nooit weten hoe de truc afloopt, want hij gaat maar door en hij gaat maar door en hij gaat maar door. Hey, hold on, no. Why did you do this?
Ik was even naar een boekenstalletje geweest, kwam terug op de hotelkamer en zag daar een briefje van Nina: ik ben naar het zwembad. Nou, dat betekent dan natuurlijk: kom ook naar het zwembad. Wat doen we dan maar? We zitten op de 8e etage hier. Deur is op slot. En dan nu op zoek naar Nina. Nou, dat doen we met de lift. We gaan naar boven. En dat zal die lift worden. Zwembad, zei ze. Moet ik hier naartoe? Een zwembad op de 15e? Sterker nog, een zwembad boven op het dak van het hotel. Ik kijk of Nina inderdaad daar is. Maandag 26 april was de dag van het bezoek aan de Chinese en de Japanse tuin. En dat deden we met de ondergrondse. Dit is een metrohal van een miljoenenstad. Hoezo schoon?
Ja? Thank you.
Singapore, waarvan iedereen zegt, daar moet je gaan winkelen. Daar is het zo goedkoop en daar is het zo mooi. Afscheid van Singapore, afscheid van een vakantie. Dit was het, maandag 26 april 1999.